maandag, elke woensdag en elke vrijdag Sebastiaan van Mil. Met Van Mil door de middag op Exact Barendrecht. Sebastiaan van Mil. Van 3 uur tot 5 uur. Dit is Met Van Mil door de middag. Dit is Exact. En ik ben heel blij dat ik nu aan de lijn heb Paul Sinha. Hij komt helemaal uit Deventer. En hij is volgens mij onderweg. Paul, ik hoor je goed. Hoor je mij ook goed? Hey, goedemiddag. Ik hoor je zeker goed. Loud en clear. Helemaal goed. Paul, jij hebt al heel veel gedaan in je korte leven, om het zo maar te zeggen. Je bent nog een jonge iemand en je hebt al veel dingen mogen doen. Onder andere de Passion in Dordrecht vorig jaar. En ja, dat was natuurlijk voor jou denk ik een enorm mooi evenement om dat mee te maken. Ja, ik was inderdaad net aan het vertellen eigenlijk dat ik ook al in andere interviews eerder heb gezegd. Dat het echt bijzonder is om mee te doen, omdat je een verhaal vertelt wat voor zoveel mensen zo ontzettend belangrijk en mooi en groot is. En dat in combinatie met de grootte van de productie en de betrokkenheid en bevlogenheid van iedereen die deelneemt. Ja, dat is echt een ervaring om nooit meer te vergeten. Ja, die heb je meegenomen, de Passion. Dat is nog even onzeker hoe dat verder zal lopen. Dat was hier bij ons in de regio, in Dordrecht, in de ijsbaan, waar ik zelf ook wel eens mag schaatsen. Dus hoe leuk was het om jou daar te zien, in die kou daar. Ja. Paul, even over hier in Barendrecht. Jij komt uit Deventer. Jij hebt al heel veel mooie muziek gemaakt. Je hebt nu ook een lied gemaakt met Kraantje Papi. Hoe kwam je eigenlijk in Barendrecht terecht? Nou, op een gegeven moment was ik natuurlijk op zoek naar iemand die een mooie videoclip kon schieten bij het verhaal, wat er mooi bij paste. En toen heeft de clipmaker uiteindelijk de baan in Barendrecht gekomen en gezegd, daar moeten we gaan schieten, joh. Hij komt zelf ook uit Rotterdam, dus vandaar dat hij in de buurt wat meer wist. En zo zijn we er eigenlijk terechtgekomen doordat hij dat gevonden had. Nou, mooie plek om dat op te nemen. Zeker. Ja, want je kon daar volgens mij echt wel... Heb je nog een poging gewaagd daar om eens even lekker los te gaan? Zeker, ik ben er vanaf gegaan, moet ik wel heel eerlijk bekennen. Dat vanaf de hoogste heuvel eraf, echt op dat begin, dat vond ik toch een beetje te hoog en te gevaarlijk. Dus ik ben van halverwege de baan, maar ik ben wel de hele baan doorgekomen. Heel verstandig. En dat is echt iets om niet te onderschatten hoor, dat BMX'en. Nee, want je zou denken van, dat doe ik even, maar jij hebt dus ervaren dat het niet zomaar iets is. Nee, dat is echt een gevalletje, ziet er makkelijker uit dan het is. Ja, en een mooie clip. Ik herkende hem meteen. Ik denk, dat is uit onze eigen omgeving. Het ging ook op een meisje in die clip. Kun je met ons eens even meenemen wat jou heeft geïnspireerd om dit lied eigenlijk te gaan maken? Nou, dat kan ik zeggen. Het lied gaat er eigenlijk over dat je altijd in het leven probeer je alles in het creatieve vak, maar ook in andere genres, probeer je alles vast te leggen en aan bepaalde verwachtingen te voldoen en bepaalde verwachtingen te halen. En het lied gaat er eigenlijk over dat op het moment dat je dat soms af en toe losgaat, dat het jezelf ontzettend veel rust geeft. En dat je denkt van, weet je, vandaag ga ik gewoon met de flow en ik zie wel waar het schip staat. En dan kom je soms nog eens op een hele mooie plek terecht ook. Dus daar gaat het eigenlijk over. Is dat iets wat je hebt geleerd inmiddels? Heb je daar vroeger anders in gestaan? Nou, ik heb wel inmiddels geleerd om te beseffen dat op het moment dat je een bepaalde koers uitstippelt voor jezelf, dat het eigenlijk 9 van de 10 keer zo gaat zijn dat je daar of op een andere manier terechtkomt dan je vooraf gepland had, of dat je een hele andere eindbestemming krijgt dan je vooraf gepland had. En hoe luchtiger en minder vast je wil houden aan het eerste plan, hoe relaxter en plezieriger de vaart wordt en hoe leuker ook. Dus dat is wel iets wat ik zelf geleerd heb, ja. Wordt het dan meer genieten in plaats van druk op jezelf leggen? Nou ja, ik ben sowieso iemand die wel druk op zichzelf legt en ook iemand die heel graag wil presteren. Dus het is natuurlijk niet zo dat het me helemaal niks uitmaakt waar dingen terechtkomen. Maar het is wel zo dat op het moment dat je iets minder vasthoudt aan de manier waarop je daar komt, en dat soms met omwegen gaat en soms met een kleine afsnijroute, op het moment dat je dat accepteert, dat het wel een stukje gemoedsrust met zich meebrengt. Ja, wat ik ook zo mooi vind, jij hebt een motto, als ik het zo mag zeggen. Het leven is helemaal niet zo normaal als wij soms denken. Het is magic. Hoe ben jij tot deze gedachte eigenlijk gekomen? Nou ja, ik vind het leven wel magic eigenlijk. Het is gewoon, je kan er naar kijken als iets heel dagelijks, maar soms moet je zelf ook de magie een beetje opzoeken. Ja, en dat doe jij door met mensen om te gaan, verwacht ik, waar je energie van krijgt. Nou ja, dat doe ik gewoon door eigenlijk te beseffen dat dingen niet heel normaal zijn. We leven op een hele mooie wereld. We kunnen hele mooie dingen doen. En daar moet je soms een beetje zelf naar op zoek gaan. Als je alles maar normaal vindt, terwijl sommige dingen best bijzonder zijn. Het feit dat
muziek kunnen maken. Het feit dat, nou, dat kan natuurlijk niet iedereen, maar in de zin van het feit dat ik dat voor mezelf mogelijk heb gemaakt, maar voor andere mensen zijn dat andere dingen. Dat maakt wel een beetje dat, dat stukje magie, wat er in de wereld schuilt, dat je dat ook zelf kan vinden. Ja, Paul, als ik even me zo indenk, jij maakt agenda's, die vul jij voor een nieuw jaar, voor een nieuw seizoen. En die agenda werd bij jou helemaal eigenlijk leeggekampt, om het zo maar te zeggen. Was dat ook de reden waarom je graag dit lied wilde gaan maken? Want je had opeens geen shows meer. Nou, ik denk wel echt dat dat ermee te maken heeft, Nadja. Dat, absoluut. Maar ook iedereen om me heen, die had hetzelfde. En in elke sector en branche waarvan ik dacht, zou het daar ook zo zijn dat ze last hebben van het virus, bleek dat ze ook keihard getroffen waren. Dus het was wel een lied waar, die ik uitbracht met in mijn achterhoofd houdende van, hey, dit zou voor iedereen nog wel eens heel herkenbaar kunnen zijn ook. Wat heb jij eigenlijk geleerd van het feit dat, wat je zegt van, het was het eens helemaal anders. Wat nu? Wat heb je van die periode geleerd of meegenomen? Bedoel je dan afgelopen zomer, waarin de shows begingen? Nou, eigenlijk van de afgelopen periode, want je staat nu gelukkig weer klaar om weer dingen te mogen gaan doen. Maar ik kan me zo indenken, we hebben allemaal even een stapje terug moeten doen. Waarin we ook hebben misschien nagedacht van, hey, hoe nu verder en wat heb ik anders, wat wil ik anders gaan doen? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is wel zo dat je in het leven gewoon vaak, dat er dingen naar je toegeworpen worden waar je niet op zit te wachten. En dat de manier waarop jij daarmee omspringt ook uitmaakt voor hoe erg dat eigenlijk voor je gaat zijn. Dus op het moment dat voor mij in dit geval, zoals je net bijvoorbeeld noemt, dat alle shows weg zijn. Ik kan daar uren mee gaan zitten en ongelooflijk negatief ervan worden. Maar ik denk niet dat dat de houding is die mij heel erg verder gaat helpen. Dus in zo'n geval ga ik meer de studio in om te kijken waar ik me daar kan ontwikkelen. Ga ik meer liedjes schrijven en kijken waar ik mijn creatieve energie kwijt kan. En dat helpt mij wel heel erg om gewoon te kijken van, hey, gaat er een deur dicht? Is er ergens anders vast wel weer in open? Laten we dat eens gaan onderzoeken. Nou, dat is de veerkracht die je toont. En dat is denk ik ook wat mij inspireert in het verhaal wat jij leeft. Het leven wat jij leeft. Lijkt me heel fijn om samen met jou naar het nummer in ieder geval te gaan. En wil ik graag nog even bij je terugkomen als het mag. Wil jij misschien zelf aankondigen? Ja, dat kan zeker. Dames en heren, jullie gaan op dit moment luisteren naar mijn nieuwste nummer, Hoe het loopt, featuring Kraantje Papi, waarvan de video geschoten is in het o zo mooie Barendrecht. Geniet ervan. Kom maar op met morgen. Vroeger maakte ik me zorgen als het niet ging zoals ik dacht en het leven hard om mijn plannen lacht. Hoe het loopt van Paul Sinna met Kraantje Papi. En nou, ik vind het fantastisch, Paul. Ik krijg hier energie van. Ik vind het een heel leuk liedje. En ik ben blij dat je hem zo goed kon aankondigen. Ik zei net al als een grapje, je kan zo bij Exact Barendrecht dat nog een keer komen doen. Wat mij betreft ben je nog een keer welkom hier in onze prachtige studio. En dan zetten we ook Visual Radio aan, zodat iedereen jou ook kan zien. Zoals ik je net zei, is hier al een gast. Wim Nienhuis, die zit te wachten en die had zijn dochter al beloofd van, ik ga straks op de foto met jou. Dat lukt even niet. Dat is helaas niet mogelijk, maar wellicht inderdaad een andere keer, want een andere uitnodiging zou ik hartstikke leuk vinden. Dat is helemaal goed. Paul, even wat mij inspireerde in het verhaal wat ik over jou las. Dat gaat over eenzaamheid. Jij vertelt op een gegeven moment in een eerder interview dat eenzaamheid, je kunt je, hoe zeg je dat, onder de mensen voelen via social media, maar toch een gevoel van eenzaamheid geven. Kun jij daar iets over vertellen, over mensen die misschien in zo'n fase zitten, hoe jij dat hebt aangepakt? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat eenzaamheid, dus echt die emotie, dat niet iets is waar ik zelf heel erg mee te maken heb gehad. Dit puur omdat ik vaak best wel erg outgoing ben en buiten de deur en met mensen. Maar ik heb het zeker van dichtbij ook gezien en ik denk ook dat veel mensen, en zeker oudere mensen, daarmee worstelen in ons land. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te onthouden dat social media dat het allerbeste weergeeft van mensen hun leven. Dus het is geen realistische weerspiegeling van hoe iemands dag eruit ziet. Maar het kan wel heel erg bijdragen aan dat mensen daardoor denken, hey, diegene heeft het alleen maar leuk en ik zit misschien toevallig net even met de shitdag, weet je wel? En dat is denk ik wat ik een beetje probeerde te zeggen in het interview. Ik weet niet precies welk interview je ook naar refereert, maar dat is wel wat ik me kan herinneren dat ik dat vertelde. Ja, en elke dag zeg jij van, laat het nemen zoals het is. Ja, dat is natuurlijk makkelijk gezegd als je het in een moeilijke situatie zit. Maar probeer er wel uit te halen wat erin zit en de kleine dingen te zien. Ja. Is dat een beetje wat je bedoelt?
Ja, zeker. En dat zeg ik ook een beetje in het vorige liedje van mij eigenlijk wel. Daarin zeg ik van, het gaat eigenlijk perfect. En dat komt erop neer dat in plaats van je te focussen op de dingen die ontbreken in je leven, dat je juist de focus legt op de dingen die je wel hebt. En dat vaak heel gelukkig maakt. Wat ik me even afvroeg, jij stond op de foto met een neefje van jou, geloof ik. Harry? Ja. Wat doet dat met jou, zo'n klein kind in jouw armen? Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ik hou ontzettend van kinderen. En ik heb een goede band met mijn zus. En om nu te zien dat zij zo'n kleintje heeft, dat vind ik echt schitterend. Ja, dat is zoiets van waar je dan heel gelukkig van kan worden. Ik word heel gelukkig van het feit dat je de tijd hebt willen nemen om bij ons in de uitzending te zijn, Paul Sinne. Ik vind het heel inspirerend. Blij dat ik je aan de lijn mocht krijgen. Ik wens jou alle goeds met je carrière, want je hebt een droom die je leeft. En ik zou zeggen, ga ervoor en dat doe je al. Zeker. Nou, the pleasure was mine. Ik vond het ook onwijs gezellig en een leuk gesprek. En leuk dat jullie mij even gebeld hebben. Hartstikke gezellig. Graag tot de volgende keer en alle goeds. En we hopen je op de fietscrossbaan hier in Barendrecht nog een keer te zien. En dan wil ik wel eens even kijken hoe hard jij naar beneden gaat en dan wel vanaf het hoogste punt. Nou, dat durf ik niet te beloven, maar we spreken zeker af dat ik een keer een poging ga wagen in de nabije toekomst. Helemaal goed, dan ga ik met je mee fietsen. Komt goed. Oké, top man. Paul, bedankt. Goeie reis verder en graag tot een volgende keer. Yes, jullie ook bedankt. Hey, ciao hè. Sebastiaan van Mil. Van 3 uur tot 5 uur. Dit is met Van Mil door de middag. Dit is Exact.